Het raam doen we even open, ja. Je hoort het alweer, hè. Het is weer een en al gezelligheid in Alphen aan het Rijn in het centrum. Op deze zaterdag weer een zonovergoten zaterdag, hoor. Ja. En de draaiorgel draait alweer zijn klanken via de winkelstraten in Alphen. En de gezelligheid is ook op de radio te beluisteren in het programma Holland Zit tot de klok van 2 hier bij Alphenstad FM. Goedemiddag, het is het weer... is lente. Jawel, nieuwe aflevering van het programma Holland Zit. Bij het op de klok van 2 op deze heerlijke zonnige zaterdag 9 april 2011. En we gaan veel leuke dingen doen. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb er zin aan. Helemaal. Goedemiddag, nogmaals. Dit is Holland Zit bij Alphenstad FM. En hier zijn BZN. Stad FM met het lokale nieuws. Dag dames en heren, het is 3 minuten over 12:30. U luistert naar een extra nieuwsuitzending op Alphenstad FM. Vanwege een schietpartij die heeft plaatsgevonden ongeveer een kwartier geleden in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen, zowel binnen als buiten. Verslaggever Stefan Verwij is ter plaatse. Stefan, wat kun jij vertellen? Wat zie jij? Hoe ernstig is het? Nou, wat er precies gebeurd is, weet ik niet. Ik weet wel dat er meerdere mensen opgeschoten is. En er ligt 1 dode op het parkeerterrein. En een gewonde voor de flat. Dames en heren, goedemiddag. Zojuist komt het bericht binnen dat in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn meerdere mensen zijn omgekomen bij een schietpartij. RTL Nieuws Extra. Goedemiddag en welkom bij een extra uitzending van het RTL Nieuws in verband met het bloedbad in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Rechtstreeks vanuit onze hoofdstad is dit een extra hart van Nederland. 7 doden en 3 zwaar gewonden na bloedbad in winkelcentrum Alphen aan de Rijn. Schutter opent met een automatisch wapen het vuur op het winkelend publiek en pleegt daarna zelfmoord. Honderden mensen zijn ooggetuigen van het bloedbad. Voor hen is opvang geregeld. Dit is Hart van Nederland met Silly D'Artel en Selma van Dijk. Goedenavond, dames en heren. 7 doden en 9 gewonden. Dat is het vreselijke resultaat van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn vanmiddag. Iedereen herinnert zich die dag natuurlijk als een heel bijzondere dag. Een vreselijke dag, een catastrofe, een ramp. Waar heel Nederland daarna nog dagen, weken, maanden over heeft gepraat. Ik werd gebeld door mijn recherchechef. Iemand die bekend staat bij mij dat hij heel rustig is en niet snel overdrijft. En hij vertelde me dat er een gek met een mitrailleur om zich heen had geschoten bij het winkelcentrum De Ridderhof. En dat was voor mij geen twijfel in de auto stappen en als een speer naar Alphen. Ja, ik denk dat het kort was nadat het was gebeurd. Dus het was al rond 10:50 zijn geweest op 9 april. Ik was thuis. Kort nachtje gehad. Want het was ook best wel een hectische periode. Want ik 2 april ook daar een schietpartij gehad. En ik dacht meteen terug aan 2 april. En of er mogelijk een relatie was met die datum. 9 april begon voor mij als een hele gewone dag. Zo is eigenlijk voor iedereen. Zonnig. In de tuin. Boodschappen doen. Plannen maken voor het weekend. Zo begon het voor iedereen. Totdat de telefoontjes kwamen, de pieper afging. Er bleek dacht men een soort van schietpartij te zijn. Helemaal duidelijk was het niet. Maar het zou toch wel allerlei toestanden opleveren. Dus de bedoeling was ook de burgemeester snel ter plekke. Nou, ik ben vervolgens gaan bellen. En ik kreeg bevestiging van het feit dat er iets heel ergs aan de hand was in de Ridderhof. Ik ben in de auto gestapt, onderweg met iedereen gebeld en besloten om alarmfase 3, grip 3 zoals dat formeel heet, in te stellen. En ik kwam hier aan op het stadhuis. Dat was pakweg een uur ongeveer nadat voor het eerst, misschien iets langer, een uur en een kwartier, nadat de eerste twitters de lucht in gingen, er is iets aan de hand. Toen ben ik in de auto gestapt, als een vrij hard naar Alphen gereden en we hebben nog niet zo lang geluids en optische en geluidssignalen in de auto om ook snel te kunnen zijn als het nodig is. En daar ben ik erg blij mee geweest die dag. En toen was het voor mij echt de vraag, wat ga ik doen? Ga ik naar het beleidsteam, het gemeentehuis, waar de
chefs van de afdelingen en onder leiding van de burgemeester de crisis aan gaan pakken? Of ga ik naar het operationeel team bij ons de Rozenveldstraat, waar wij regionaal crisis aansturen? Of ga ik naar de Ridderhof? Nou, met dat dilemma ben ik in de auto gestapt. Ik heb ervoor gekozen om naar de Ridderhof te gaan. Ik heb mijn plaatsvangend korpschef Jacob van Horen gebeld en hem gevraagd naar het beleidsteam te gaan. En waarom is eigenlijk voor een heel groot gedeelte een intuïtieve keuze geweest. Maar ook wel omdat ik gewoon merk de afgelopen jaren dat het steeds complexer wordt om een crisis aan te kunnen. En vooral op de plaats incident, dat er zoveel druk op mensen komen te staan die daar leiding moeten geven aan een incident. En dat ik echt vond dat ik daar op dat moment moest zijn. Ik had echt het gevoel, dit wordt zo groot, dit wordt zo complex, ik moet daar nu heen. Ik was aan het winkelen bij het kruidvat, ik stond in de rij bij het kruidvat en ik hoorde tik, 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 tik. Ik dacht, er zijn jongens met klappertjespistool bezig en voor de rest niks. En op een gegeven moment hoorde ik weer tik, 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 tik. En toen zag ik heel wat mensen naar binnen rennen, vluchten de kruidvat binnen en die zeiden van zakken, zakken, zak naar de grond. Ik ben met mijn zoon naar de grond gegaan en ik lag voor het raam bij het kruidvat. Iedereen liep gillend weg. Want ja, wat wil je als je zo'n vent met een hele grote geweer ziet lopen? Wat hij aantrof was een hele bizarre situatie. Een winkelcentrum waar enorm veel mensen naar buiten aan het gaan waren in een enorm tempo. Dus echt een uitstroom van mensen. En in die uitstroom moest hij naar binnen samen met zijn collega. En dat was wel bizar. Iedereen gaat naar buiten om in veiligheid te komen. En zij moesten juist het onveilige gebied in. Ze hadden maar één doel. Het was een vrij ervaren collega met iemand die nog op de opleiding zat. En het enige doel wat ze hadden was de dader uitschakelen. En dat zeiden ze ook tegen elkaar. Blijf bij elkaar, rug tegen rug. En die dader uitschakelen. En iedereen wilde ze hebben. Hè. Dus overal waar mensen bijvoorbeeld lagen die gewond waren. Of mensen die in paniek waren. Werd geroepen van kom hier, je moet hier naartoe. Maar zij zeiden nee, we gaan naar de dader toe, want die moeten we hebben. Ze zijn via de ingang van de C1000 naar binnen gegaan. En dat was wel heel bizar, want daar zagen ze al dat die deuren, die schuifdeuren, dat die ook kapotgeschoten waren. Dus ze zijn via die kant erin gegaan. En uiteindelijk zijn ze richting de Albert Heijn rechts afgeslagen bij het cafetaria. Eerst zagen ze nog verschillende soorten hulzen liggen. En ze zagen de mitrailleur liggen. Wat wel enig gevoel van lucht gaf, omdat ze het idee hadden van dat heeft hij in ieder geval weggegooid. Dus maar goed. Ze wisten nog steeds niet of hij nog leeft. En uiteindelijk zagen ze Tristan liggen in een grote plas bloed. Tristan van der Vlis stapt 8:08 uit zijn auto. Direct maakt de Alphenaar zijn eerste dodelijke slachtoffer. Nadim Youssef. De uit Syrië gevluchte oud-politicus is de eerste persoon die Tristan tegenkomt op het moment dat hij uit zijn Mercedes op het Carmenplein stapt. Nog voordat de schutter het winkelcentrum inloopt, verwondt hij 2 mensen met zijn kogels. Eenmaal in de Ridderhof vallen al snel nog 2 gewonden en wordt het echtpaar Michael en Constance Boezaert doodgeschoten. Al schietend vervolgt Tristan van der Vlis zijn route. Vooral bij supermarkt C1000 maakt van der Vlis veel gewonden. In 2 winkels worden Ali van Doren en Frans Deutekom dodelijk getroffen. Schuin voor Square Mode berooft hij modezaakeigenaresse Margriet ter Haar, die notabene een poging deed om Tristan te stoppen, in koele bloeden van het leven. Om 11:12... Na precies 3:05 pleegt de 24-jarige Tristan van der Vlis zelfmoord bij de kassa's van Albert Heijn. Ja, ik was bij het garage beneden en ik wil boodschap doen rond 11:15. En één keer ik hoor die plakglas van boven naar beneden. Pah, pah. En iemand van C1000 daar roept mij, ja, blijf daar, blijf daar. Ik zeg, ja, waarom ik blijf hier? Ik ben naar boven en één keer ik zie iemand rond 25 jaar zoiets. En hij loopt gewoon scheten. En ik heb een vrouw in de rolstoel, zij heeft haar geschoten. En eentje ligt op de grond en hij loopt richting Albert Heijn. Hij is daar, hij heeft zelf doodgeschoten. Ja, je ziet mensen met de hand in de zij van geschoten. Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan zie je een jonge man op je afkomen met een mitrailleur. Blank, 25 jaar, 26 jaar, half lang haar, krullend haar, camouflagebroek aan, als ik me niet vergis. En ik ging naar binnen, rolluik dicht,
Zoveel mogelijk dicht. Toen hij voor me liep, moest ik ergens op gaan staan. Zodat hij in ieder geval niet naar binnen schoot. Daar was ik bang voor uiteraard. Hij loopt mijn winkel voorbij. Ik zie hem de huls onder zijn mitrailleur vandaan trekken. Weggooien. Een nieuwe erin doen. En al schietend gaat hij gewoon verder het winkelcentrum in. Dus ja, het is onwerkelijk. Onwerkelijk. Op een gegeven moment gaat die jongen die dus aankwam lopen. Die gaat op zijn knieën zitten. Zet een pistool tegen zijn hoofd. En schiet zichzelf neer. En dat zag je gebeuren? Ja, dat zag ik gebeuren. Ik kon je voorstellen dat er een soort van chaos was, dat er een vreselijke toestand was. Maar de verhalen die ik later heb gehoord, de stukjes van de films die ik heb gezien, dat is zoveel erger dan je je kunt voorstellen als je er niet bent geweest. En ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen nog steeds getraumatiseerd zijn. Dat mensen in het begin heel flink waren en zeggen, ik ga gewoon door met mijn werk en het is gebeurd, maar ik ga weer verder. Nou, dat zijn mensen na een aantal maanden nog instorten. Nu heel veel moeite hebben om te slapen, rust te vinden. Waarbij de beelden van 9 april, ook als ze alleen maar getuigen zijn geweest, hè, dus niet gewond of wat dan ook, dat dan nog steeds door hun hoofd spookt, die traumatische ervaring, nog zo lang het leven van heel veel mensen bepaalt. Dat is iets wat me elke keer weer verrast. De eerste twee collega's hebben een tocht gemaakt langs alle zwaargewonden, doden en andere gewonden. En informatie doorgeven aan de meldkamer over hoeveel gewonden zien ze, hoeveel ambulances. Ja, die collega die er als eerste was, heeft gezegd, ik stuur alle ambulances die je hebt tegen de meldkamer. En dat is wat ze kunnen doen. En vervolgens een veilige situatie creëren voor de hulpverleners. Dus mensen die daar nog rondlopen naar buiten sturen, de boel afzetten. En zorgen dat de ambulancebroeders hun werk kunnen doen. Ja, wat je daar aantreft is gewoon enorm indrukwekkend. Je ziet heel veel gewonden liggen, je ziet mensen gillen, je ziet dode mensen, je ziet bloed. Dan zie je ellende, je ziet emotie, je ziet lichamen liggen, je ziet hulpverleners aan het werk. Het is niet te beschrijven, dat is heel bizar. Het begint dan met het glas wat kapot is van de deuren bij de C1000. Dat je denkt echt van, mijn god, wat is hier gebeurd? Er waren heel veel gewonden door glasscherven, door misschien mensen die gevallen zijn, schampschoten. Er waren heel veel gewonden. Inderdaad, 17 echt door kogels geraakt. Zijn mensen zelf naar de huisartsenposten gegaan, er zijn mensen in auto's gesprongen. Nou, enig idee hoeveel gewonden er nou totaal zijn gevallen? Ja, heb ik niet precies, maar ik denk wel enkele tientallen. Dat je eigenlijk zag het gewoon een heel winkelcentrum. Dat helemaal onderdeel was van een enorm drama van gewonden en doden. Dat was wat op mij de meeste indruk maakte. Dit was zo groot. Dat is niet te beschrijven. En voor het eerst in Nederland. Ja. Ja, je kan het een beetje misschien vergelijken met wat er in Apeldoorn in 2009 is gebeurd. Ja, ook een gek die daar probeert om de koninklijke familie aan te rijden. Met ook heel veel gewonden en doden. Ja, daarmee zou je het een beetje kunnen vergelijken. Maar de eerste keer dat iemand zoiets doet met een vuurwapen, dat is denk ik wel voor Nederland uniek. We hadden eigenlijk niet in de gaten in het begin dat iedereen meekeek. Natuurlijk wisten we dat het een persconferentie was. We zagen daar heel veel camera's, heel veel mensen van de schrijvende pers. Maar dat het zo'n enorme impact had. All over the world erover werd gesproken, over deze mole shooting, zoals dat in het Engels werd aangegeven. Ja, dat hadden we eigenlijk helemaal geen idee van. Dat zagen we pas later, dat het op internationale televisiestations was aangegeven als breaking news. Dat het in allerlei kranten all over the world was terechtgekomen. Dat allemaal in een droevige toestand, waardoor Alphen aan den Rijn ineens een bekende stad in de wereld was, waar we allemaal niet op hadden zitten wachten. En wat een hele droevige, een hele treurige, rampzalige dag is geweest voor heel veel mensen. Our top stories today: at least 6 people have been killed in a shooting spree in a shopping center in the Netherlands. To the Netherlands now, where a man has opened fire in a shopping mall. The attack happened in the town of Alphen aan den Rijn, which lies 21 kilometers southwest of Amsterdam. Er zijn natuurlijk een aantal incidenten geweest, nu weer in Luik, recent, Noorwegen. Je ziet gewoon dat er toch individuele mensen zijn die zo gek zijn om dit te doen, die zo'n iets in zichzelf ontwikkelen. En ik denk dat dat wel echt nieuw is, dat er mensen zijn die dit doen zomaar uit het niets. Dus volgens mij heeft dat wel een groot gevolg. Volgens mij moeten we ons echt gaan richten op dat soort lone wolves, zoals die dan genoemd worden.
Nou ja, ik denk dat we daarin wel veranderen. En het tweede is dat politiemensen in Nederland meer dan ooit het besef hebben gekregen dat ze gewoon een heel gevaarlijk beroep hebben. En dat ze bij een situatie kunnen komen dat ze naar binnen moeten van het is hij of ik. Het besef wat die collega's daar hadden op 9 april was het is hij of ik. En dat is wel een heel ander besef als je in de auto stapt van joh, we gaan een aantal goede dingen doen voor de samenleving. En dat je het besef hebt van ik weet niet of ik vanavond thuis kom. Ja, want je stapt weliswaar de Ridderhof binnen, je hebt je kogel weer in de vest staan. Je gaat rug aan rug naar binnen, maar je weet ook donders goed dat als de dader je ziet, dat hij ook nog zomaar de eerste kan zijn die geschoten heeft. Oh ja, en dat hij misschien nog wel beter getraind is dan jij. Dus dat je gewoon een enorm gevaar kan lopen. En nou ja, ik denk dat collega's in Nederland zich dat meer en meer zijn gaan beseffen door 9 april. We zijn nu na zoveel maanden druk bezig met nog steeds het begeleiden van de slachtoffers. We weten dat het een aantal mensen het moeilijk heeft. We hebben ook heel veel mensen financieel kunnen ondersteunen. Uiteraard via de officiële regels, zoals dat hoort. Maar dat geldt voor de ondernemers. Maar dat geldt ook voor individuele mensen die via bijstand en anderszins geholpen zijn. En er is een stichting die zich inspant daar waar dan nog gaten vallen in financiële zin, om te kijken of ze dat kunnen opvullen. Dus ja, ook uit het particuliere initiatief heeft men zijn best gedaan om alles zo goed mogelijk te regelen. Tristan is pas enkele minuten dood als de geruchtenstroom via social media op gang komt. Is Tristan wel de enige dader? Of zijn er meerdere? Er wordt gesproken over een dader die per auto is gevlucht. De schutter zou zich ophouden bij de voetbalvelden van ARC en er doet zich een persoon voor die ook Tristan van der Vlis zou heten, uit Alphen komt en bedreigd wordt. Dat zijn zomaar wat verhalen die al vroeg in de middag de ronde doen. Het blijkt uiteindelijk allemaal niet waar te zijn. Wat je ziet in de crisisbestrijding is dat er heel veel wordt getraind, maar dat de complexiteit op zo'n plekincident heel erg groot wordt. Er komt heel veel mediadruk, er komen heel veel mensen van allerlei onderzoeksinstanties die zich al heel snel melden. En er moeten gewoon daar beslissingen worden genomen. En wat ik heb geprobeerd is om de leidinggevende van de verschillende diensten te ondersteunen in hun beslissingen, met name mijn officier van dienst. En ze zijn er een aantal dingen die daar echt een groot dilemma waren. Een van de dingen is, zijn er één of meerdere daders? Als je praat over de meldingen, dan, ik heb net al iets over gezegd, waren er heel veel meldingen van meerdere daders, verschillende signalementen. Nou, is dat de hectiek geweest of waren er echt meerdere daders? Nou, dat is natuurlijk heel lastig om te bepalen. En dat was een groot dilemma voor de verschillende leidinggevenden. Van, is er nog een dader in de Ridderhof? En ik ben toen met een hele ervaren regisseur, ben ik via het Ambonplein, zijn we naar allerlei getuigen gegaan die daar stonden. We hebben ze allemaal gevraagd, hoeveel daders heeft u gezien? En iedereen beschreef een blanke man met een lege broek aan. En ja, ze hadden het allemaal over één dader. Dus toen ben ik teruggegaan naar de leidinggevende van de politie en ik heb aangegeven, joh, voor mij is het helder dat er één dader is. Ik neem hier nu de beslissing, er is één dader en handel daar ook naar. Want als we gingen handelen naar twee daders, had de hele Ridderhof ontruimd moeten worden. En dan had het arrestatieteam een onderzoek moeten uitvoeren. En hoe laat was dat? Ja, dat zal rond 1 uur geweest zijn. De hulpverlening was nog in volle gang. Kijk, de zwaargewonden waren al weg, maar er waren heel veel gewonden die nog op dat moment verpleegd werden in de Ridderhof. Dus er waren heel veel mensen daar nog aanwezig. Nou ja, als je die allemaal weg moet sturen, omdat je toch misschien nog ergens een dader hebt liggen, ja, dan is dat nogal wat. Op de dag zelf zijn we enorm bezig geweest met wat hier allemaal moest worden georganiseerd. En kwam maar druppelsgewijs informatie binnen hoe het in de stad ging. In mijn boek beschrijf ik ook dat we pas veel later hoorden dat er paniek was in de stad. Dat men bang was voor een tweede dader. Dat men dat via Twitter had begrepen. Dat was nog voordat wij het vanuit de afdeling communicatie konden ontkennen. En zeggen nee, er is geen sprake van een tweede dader. Dat mensen naar hun huis vluchten. Met hun kinderen bijvoorbeeld achter de fiets snel naar huis gingen. De deur op slot deden en niemand mocht weer naar buiten. Dat er zulke situaties zich hebben voorgedaan in de stad. Daar hadden we op dat moment in het stadhuis geen enkel idee van. Wat dat betreft merk je dat je heel erg bezig bent met het management, met het opvangen van allerlei zaken. Maar dat de sfeer zoals die in de stad is, dat je die heel moeilijk kunt vangen. Dat zijn verhalen die ik later heb gehoord. Want hoe lang heeft het nou echt geduurd voordat jullie echt 100% zeker wisten, 1000% zeker wisten
dat Tristan van der Vee de enige dader is? Ja, dat wisten we pas heel veel later. Want kijk, de beslissing die ik daar genomen heb ter plekke is omdat je een aantal getuigen hebt gesproken. Maar je weet dat nooit helemaal zeker natuurlijk. Dus uiteindelijk is het onderzoek wat onder leiding van het Openbaar Ministerie is gedaan en wat uiteindelijk heeft uitgewezen, Tristan was de enige dader. Maar dat is natuurlijk pas veel later geweest dan op 9 april. 3 maanden later? Ja. Dus eigenlijk 3 maanden later was echt pas helemaal zeker dat er maar 1 dader was. Ja. Dat is lang. Ja. Nou ja, maar kijk, je moet alles uitlopen. En dus de hele gang van de daden op de 9e, maar ook de dagen daarvoor. Dus voordat je dat echt kan uitsluiten, moet je gewoon heel grondig onderzoek doen. Op het moment dat alle gewonden het winkelcentrum hebben verlaten, start het grootschalige politieonderzoek. Rechercheurs moeten erachter komen wat zich precies in de Ridderhof heeft afgespeeld en hoe Tristan van der Vlis te werk is gegaan. En die gaan echt in een wit pak, gaan ze eerst heel erg rustig kijken van wat zien we allemaal. En vervolgens gaan ze alle sporen die ze zien proberen te beschermen met bordjes of met cirkels. En dan gaan ze heel rustig aan onderzoek doen om te kijken wat is er nou gebeurd. En dat terwijl de dodelijke slachtoffers er nog liggen. Ja, ja. Ja, dat is heel erg lastig uit te leggen. En de familie wil eigenlijk zo snel mogelijk weten van, joh, hoe is mijn man of vrouw of vader dood? Maar wij moeten onderzoek doen. En wij moeten bijvoorbeeld aangeven, zijn er 1 of 2 daders geweest? Dus dat onderzoek is voor ons heel belangrijk om uiteindelijk de waarheid aan het licht te brengen. Dat kost gewoon tijd. Want hoe lang heeft dat rechercheonderzoek geduurd in de Ridderhof? Nou, dat heeft een paar dagen geduurd, ja. Het is nog even gestoord geweest omdat we een briefje vonden in de auto van Tristan. Dus uiteindelijk is het pas in de avond echt gestart. Maar het heeft wel 2 dagen ongeveer geduurd voordat ze dat hele winkelcentrum af hadden. De dreiging die de dader nog had achtergelaten door middel van een briefje waarin stond dat ook in een aantal winkelcentra mogelijk explosieven zouden gaan op een bepaald tijdstip. Daar moesten we dus weer besluiten over nemen met betrekking tot de ontruiming. Nou, dan komt er een hele groep mensen hier in actie op het stadhuis om te zorgen voor voldoende opvang en nazorg voor al die mensen. We zagen die auto staan en de bijrijdersstoel, daar lag een envelop en daar stond ook voor de politie. Die deur stond open van die bijrijdersstoel, terwijl die aan de andere kant uitgestapt is. Dat is natuurlijk een beetje raar, dus het leek echt voor ons klaargezet te zijn. Collega's wilden die envelop al heel snel openmaken, maar er lag ook een tasje onder. Dus ik vertrouwde het gewoon niet. We hebben toen de explosieve opruimingsdienst laten komen. En uiteindelijk heeft hij met een apparaat die envelop eruit gehaald. En we hadden het kenteken ook al nagetrokken, dus we wisten dat het de auto van Tristan was. En toen zagen we in die envelop zagen we een briefje en daar stond dus dat er een bom lag in 3 winkelcentra. En dat was wel even schrikken inderdaad. Ik deel u verder mee dat wij hebben besloten om uit voorzorg andere winkelcentra, een 3-tal, te ontruimen. Zometeen zal ik daar nog nadere mededelingen over doen. Maar wij willen geen enkel risico lopen dat er meer zou kunnen gebeuren. Wij denken dat dat niet het geval is, maar we willen geen enkel risico lopen. Zometeen, zoals ik zei, zullen we daar nog nadere mededelingen over doen. Dat was dus de burgemeester en alle andere betrokkene partijen op de persconferentie. Joost van Steen ook inmiddels aan de lijn. Hij is aangekomen bij, jij bent bij winkelcentrum Heerhof, al heb ik het goed, Joost? Ja, dat klopt, Danny. Wat wij allemaal hebben vernomen is dat naast natuurlijk de Ridderhof die afgesloten is voor onderzoek, ook de Herenhof, de Atlas en ook inmiddels de Aarhof zijn ontruimd. Kan jij in ieder geval bevestigen dat daar bij jou de Herenhof is ontruimd? Ja, de Herenhof is volledig ontruimd. Er staat hier een brandweerwagen. Dat is ter hoogte van de slagerij van Vliet. En ik kijk dus op de Herenhof en ik zie mensen er allemaal weg. Er is dus, ik herhaal, geen reden tot paniek. Maar er zijn wel 3 winkelcentra ontruimd in Alphen aan de Rijn. Waarvoor en wat voor gevolgen dat verder heeft en waarom de politie dat heeft gedaan, dat is op dit moment nog niet bekend. Is de Aarhof op dit moment ontruimd? Kunnen we dat bevestigd krijgen? Ja, dat klopt. Oké, we krijgen inmiddels dat dus bevestigd. De Aarhof is ook ontruimd. We gaan naar winkelcentrum De Atlas, want daar hebben we ook een verslaggever staan. Het is Erik.
Ja, ik ben op de fiets weg naar huis en hier bij het winkelcentrum de Ablos is inderdaad ook alles afgezet. Er worden ook mensen uit de woningen gehaald die daar boven de winkels zitten. Voor het winkelcentrum waar hij heeft geschoten stond zijn auto. En in die auto is door de politie een briefje aangetroffen waarop vermeld stond dat in 3 andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn explosieven zouden liggen. En dat is de reden geweest dat wij die winkelcentra ogenblikkelijk na die mededeling hebben ontruimd. Dat is natuurlijk een gigantisch gebied. 3 of 4 winkelcentra, parkeergarages, appartementen, winkels. Dus dat is, daar zijn ze tot 's nachts mee bezig geweest. Volgens mij is 3 uur de laatste winkelcentrum vrijgegeven. Kijk, iemand die tot zoiets in staat is, dat is geen rationeel persoon. Dus dat hij opschrijft, er ligt een bom met 3 winkelcentra. Zeker ook omdat hij dat echt zo heeft neergelegd dat wij dat hadden moeten vinden. Ja, die kan best ook het als een afleiding gebruiken en een bom op de Ridderhof of in zijn auto gelegd hebben. Dus ook daar geldt, ja, veiligheid gaat voor. Dus de gewonden waren weg. Dus ja, dat was voor ons geen twijfel. Wat er intussen natuurlijk ook gebeurde was dat het onderzoek doorging. En de zoeking in de woning van Tristan was al aan de gang. Dus er was al het een en ander bekend. En een van de dingen was bekend dat wij niet in zijn woning bijvoorbeeld aanleiding vonden dat hij bommen had gemaakt. Dus gaandeweg de avond werd er al steeds meer bekend. Vooral dat er dingen niet waren. Dus je merkte al wel dat het meer wat in rust kwam. Maar 19:45 was wel een spannend moment, ja. Het is inmiddels al ver voorbij middernacht, als er een einde komt aan de dag van Bas Eenhoorn en Krishna Taneja. De mannen rijden alleen in hun auto naar huis. Eenmaal daar aangekomen, kunnen de heren zich nog moeilijk beseffen wat zich die dag heeft afgespeeld. Ik heb gewacht tot het zijn definitief was dat alle lichamen zouden kunnen worden geborgen op die nacht en dat ze inderdaad niet meer tot de volgende dag zou blijven. En zo ben ik dus 's avonds, zo heb ik dat ook beschreven in mijn boek wat ik geschreven heb op 9 april, ben ik 's avonds naar huis gereden en heb ik geprobeerd even in de auto mijn zinnen te verzetten, even iets anders in mijn hoofd te krijgen, want ik wist dat de volgende dag zouden we weer vroeg beginnen. Dan zou het beleidsteam weer bij elkaar komen. Dan zouden we bedenken hoe we nu verder zouden moeten, welke onderzoeken nodig zouden zijn, wat we verder voor acties zouden moeten nemen. Uiteraard ook, dan zouden de contacten voor het eerst komen met nabestaanden, met slachtoffers, die ook 's middags voor het eerst begonnen op het politiebureau, waar we toen met nabestaanden hebben gesproken. En toen hebben we ook gesproken met heel veel mensen om te bepalen hoe gaan we nu mensen ondersteunen, wat gaan we doen in de nazorg. En we wisten nog steeds niet hoe een precieze stand van zaken was met de slachtoffers in de ziekenhuizen. Dus we hebben heel veel werk moeten verrichten om erachter te komen waar zijn de slachtoffers, hoe is het met ze, wat zijn de namen van alle slachtoffers. Het heeft ook lang geduurd voordat we alle namen konden bekendmaken van nabestaanden en slachtoffers. Dat gaf ook allerlei gedoe, zoals je begrijpt. Er is altijd discussie over. De een vindt dat het niet kan, de ander vindt dat het echt per se nu moet. Ik moest daar naar luisteren, goed naar luisteren, om uiteindelijk een goed besluit te kunnen nemen over wat we wel en niet hadden te doen. Nou ja, dan ben je wel thuis, maar eigenlijk ben je dan niet thuis. Want het was, volgens mij ben ik 4 uur gaan slapen en om 8 uur was ik hier weer. En dan gaat er een soort machine draaien van met een hele hectische periode die erg bijzonder is geweest. Mijn vrouw was daar niet. Dus ik was alleen. En ik heb haar wel geprobeerd om af en toe op de hoogte te houden. En het mooie was dat zij eigenlijk mijn hele familie, mijn ouders op de hoogte hield. Want ik had gewoon geen tijd om mensen te bellen. Iedereen belde mij. Hè. En nou ja, sommige mensen moet je gewoon spreken. Zeker als het om landelijke diensten gaat. Maar mijn familie probeerde me ook te bellen. Ja, ik had er gewoon geen tijd voor. Dus ik belde af en toe met haar tussendoor of sprak haar tussendoor. En dan informeerde zij mijn familie. Maar je zit zo in een automatische piloot dat je ook niet beseft wat er allemaal gebeurd is. Dat heb je nog niet verwerkt eigenlijk. Dat is pas veel later gekomen. Hoe lang? Hoe lang heeft dat geduurd? Hoe lang daarna? Ja. Nou, ik denk dat de eerste 3 maanden ben je eigenlijk alleen maar bezig met die crisis te leiden. Je bent bezig met de samenleving in Alphen. Je bent bezig met je collega's. En je eigen gevoel, dat komt pas veel later. Van de zomer. Ja, denk ik wel. Ja.
misschien pas nu was. Op zondag 10 april begint voor Alphenaren het verwerkingsproces. Op de Troubadourweg en in Theater Castellum worden de slachtoffers tijdens twee herdenkingen massaal herdacht. Zondag ben ik er geweest voor de grote herdenking die spontaan was georganiseerd en nou ja, die de gemeente toen heeft kunnen overnemen om te zorgen dat alles in goede banen is gelopen. Dus daarvoor ben ik nog op de Ridderhof geweest om te kijken. Ik ben niet over het zogenaamde plaatsdelict gelopen. Ik ben er langs de rand gelopen, dus ik heb het gezien van enige afstand. Want anders zou je natuurlijk allerlei zaken verstoren. Later op de avond, toen kon het wel. Maar toen ben ik niet meegegaan. Toen is alleen de minister-president is naar binnen gegaan. En de minister van Veiligheid en Justitie heeft ook binnengekeken. Ik vond het wel heel bijzonder dat ze het allebei konden zien. Opstelten nog echt toen het onderzoek in volle gang was. Die heeft ook een wit pak aan moeten doen. Want het is zo bijzonder om daar te lopen. Het is zo indrukwekkend. De lichamen die daar toen... inmiddels al weg waren, maar de afgedekte plekken waar de lichamen lagen, het bloed, alle spullen die mensen achter hadden gelaten, die in de haast weg moesten, de boodschappen, de schoenen, het is heel luguber om daar te lopen en dat trof de premier ook aan daar. Ik heb ze nog nooit zo stil gezien, vooral de minister, maar eigenlijk ook de premier. Ik denk dat ze heel erg onder de indruk waren, ze waren heel erg stil. En achteraf gaven ze ook terug dat het erg indrukwekkend was om daar te lopen. Het is niet na te vertellen. Emotioneel? Ja. Als jij mij vraagt hoe was dat, het is bijna niet na te vertellen. Het is de stille getuigen die je daar ziet. Ik gaf net al een voorbeeld, de boodschappen, de schoenen. Je ziet echt dat daar gewoon angst is geweest, paniek is geweest. De kogelinslagen die je ziet. Je ziet op bepaalde plekken, zag je gewoon nog de kogel gaat zitten. Ja, het is heel, heel bijzonder om daar die tocht te maken in de periode nadat het gebeurd was. Ik moet u zeggen, het is allemaal indrukwekkend wat ik heb gezien. En ik heb het opgeslagen. Zoals alle mensen die dat daarna hebben gezien, heb ik het opgeslagen in mijn hoofd. Maar ik kan er heel goed mee omgaan, omdat het toch iets is wat je nodig hebt om te begrijpen hoe erg het is geweest. Voor vooral de mensen die daar op dat moment, op die rampzalige zaterdag in de Ridderhof aanwezig waren en daar slachtoffer zijn geworden. Ik vond de 10e, wat eigenlijk iemand spontaan ook via social media bedacht heeft, waar gewoon duizenden mensen stonden die zo ongelooflijk aangedaan werden, waren. Ik stond naast het podium waar de burgemeester en de premier op stonden. En ik zag mensen met kaarsjes, ik zag mensen huilen, ik zag mensen die emotioneel waren. Ja, dat heeft me enorm aangegrepen. En ook mijn eigen collega's. Ja, vooral de eerste was heel erg emotioneel. 6000 mensen daar, naar schatting bij elkaar. Een toch min of meer spontane reden van de minister-president. Daarna iedereen die door elkaar ging, de minister, de minister-president. Iedereen was daar om door de massa naar de gedenkingsplek te gaan. Ja, dat was heel emotioneel. Ik weet... En dat wil ik ook met u delen, dat er een aantal van onze Alphenaren, terwijl de schietpartij aan de gang was, met gevaar voor eigen leven, en één daarvan is daadwerkelijk ook omgekomen, hebben geprobeerd het leven van anderen te redden. Koude rillingen gaan je over je lijf als je bedenkt wat zij hebben gedaan om anderen te redden, anderen te helpen. Onder de slachtoffers is een Syrische dichter. Hij vluchtte uit Syrië met gezin, vrienden en had hier een warm welkom in Alphen. In uitgerekend ons veilige land kwam hij om in deze schietpartij. Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Met elkaar winkelen op een zonovergoten dag en dan ineens verschrikkingen. Mijn man is net, die heeft het net kunnen ontlopen op 1 minuut naar, want die hoorde boven wat en die stond beneden zijn auto. Maar die was boven in de winkel toen het gebeurde? Nee, beneden.
parkeergarage. Ja. Vooraf of na afloop? Nee, vooraf. Eén minuut voordat het hele gebeuren boven gebeurde. Je had een engeltje op zijn schouder. Ik heb een foto van twee collega's die een kaarsje aansteken op de Troubadourweg. Terwijl zij eigenlijk de instructie hadden gekregen van er mogen geen kaarsen aangestoken worden. Omdat dat kaarsvet, dat maakt die weg heel glad. Maar ja, zo betrokken bij 9 april dat ze daar zelf een kaarsje wilden aansteken. Dus ja, van alle kanten was het een hele indrukwekkende herdenking. De herdenking op de 20e had natuurlijk een veel formeler karakter. Maar tegelijkertijd, het was bijzonder hoeveel mensen daar binnen en buiten waren. Hoe men allemaal meeleefde met datgene wat er was gebeurd op de 9e april. Ook de 20e april was heel bijzonder. Castellum was natuurlijk iets later en iets, nou, ik zou bijna willen zeggen, iets strakker, iets formeler. Want de 10e was ja, heel erg spontaan. Met ook de premier die met gevolg mocht daar zelf bijlopen door de mensen heen liep naar de bloemenmonument. Ja, de 20e was ook heel mooi. Vandaag zijn we allemaal één. Vandaag denken we met z'n allen aan 9 april. Vandaag denken we allemaal aan de slachtoffers. We denken allemaal aan de nabestaanden. We denken allemaal aan degene die in de Ridderhof in dit afschuwelijke drama onderdeel zijn geweest, niet meer weg konden komen en daar dood bleven, dan wel voor hun leven getekend. In ieder geval, veel die ik heb gesproken, zullen dat altijd met zich meenemen. Mevrouw CCM Boezaert Bierman, 45 jaar. De heer A.M. Boezaert, 49 jaar. De heer F.H.J. Deutekom, 80 jaar. Mevrouw A. van Doorn Hollander, 91 jaar. Mevrouw M.H. ter Haar Duits, 68 jaar. En de heer N. Youssef, 42 jaar. Ik vraag u om een moment stilte. Tegen u die verder moet met het gemis en het verdriet. Tegen u allemaal die de gevolgen van deze tragedie een leven lang zult voelen. Kan ik alleen maar dit zeggen. Ook wij kijken niet weg. Er staan mensen om u heen die willen helpen de pijn te dragen. Vandaag, morgen en daarna. Dat zijn we verplicht aan de 6 slachtoffers die in de Ridderhof het leven verloren. We zijn het verplicht aan iedereen die nu moet herstellen van zijn of haar verwondingen. En we zijn het verplicht aan u. Aan alle mensen die door dit drama zijn getroffen en die verder moeten met hun leven. Veel doet me pijn. Veel van dit leven. Ik voel me zo klein. Want het raakt mij steeds meer. Voel me machteloos, boos van binnen, want ik kan het niet alleen. Ik heb je liefde zo hard nodig. Sla je armen om me heen, hou me vast.
Het allerbijzonderste van de 20e vond ik het optreden van Hare Majesteit de Koningin en de Prins van Oranje. Die heel erg veel aandacht hebben besteed aan de slachtoffers, aan de nabestaanden. Met hen hebben gepraat over hoe het met hen was. Nog steeds als ik mensen daarover spreek, was zeer indrukwekkend. Het heeft heel erg geholpen om de rouwverwerking goed te laten gebeuren. Ja, ik moet echt zeggen, dat vond ik wel een heel indrukwekkend moment waarop Hare Majesteit de Koningin en de Prins van Oranje met de nabestaanden en de slachtoffers spraken. Dat heeft ook wel heel goed gedaan voor mijn collega's. Je zag, we hebben daar een aantal collega's mogen uitnodigen. Hetzelfde geldt overigens voor de brandweer en de ambulance dienst. En de aandacht van een kroonprins, van een majesteit voor die collega's is wel heel bijzonder geweest. En ik zag daar 3-24-jarige politiemensen staan die daar 9 april als een van de eerste zijn geweest en die dan de aandacht kregen van de koningin. En dat heeft in ieder geval op hun heel veel indruk gemaakt. Heel veel goede indruk gemaakt. Het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof houdt Alphen aan den Rijn niet alleen in april bezig, maar ook in de maanden daarna. Alphenaren verwerken hun verdriet en de politie doet samen met het Openbaar Ministerie onderzoek naar de toedracht van het Ridderhofdrama. Voor ons heeft natuurlijk de schietpartij op 9 april maar 3 minuten geduurd, maar toen begon het pas. Want voor mijn gevoel was de hele samenleving ontwricht. En dat heb ik nog niet eerder zo meegemaakt. Wat je zag is, nou ja, je noemde net al zelf, de bedreigingen. De bedreigingen via Twitter. We hadden ook mensen die bedreigd werden. De ouders van Tristan, familie, psychiater. We moesten mensen bewaken. De Ridderhof hebben we heel lang extra beveiligd. We hebben gekken aangehaald die door de Ridderhof heen liepen. Zelfs een man in een camouflagepak. Het onderzoek wat liep, de herdenkingen. Er was zoveel aan de hand. Begrafenis waar we ook ceremonieel bij aanwezig waren. Wij hadden echt een hele grote klus. En dat was niet alleen die 9e en de 20e, maar ook echt die hele periode daarna. En dat heeft wel 1 of 2 maanden geduurd voordat het wat rustiger werd. Samenhorigheid, ik merk het. Mensen praten erover. Dat geeft toch iets gezamenlijks. De Ridderhof is iets waar mensen het over hebben. De stad was voor heel veel mensen niet anders en niet meer dan een geweldige woonstad. Wat heel plezierig is, midden in het groen, in een stad waar je makkelijk naar Schiphol kunt, naar Den Haag kunt. Ja, wat je eigenlijk wilt van een stad is hier, de ruimte en de goede verbindingen. Nou, verbindingen zouden beter kunnen, maar in ieder geval, je bent niet zo ver van Schiphol en Den Haag. Dus je bent zomaar waar je wezen wil. Is het toch veranderd in een stad met meer een hart,
met een stad waar mensen elkaar kunnen vinden. We hebben gezamenlijk iets beleefd en dat geeft een binding. En die binding is er nog steeds. En ik ben ervan overtuigd, die zal ook nog heel lang in deze stad blijven. Ik ben zelf met mijn plaatsvervangend korpschef op een aantal begrafenissen geweest. Nou, als ik één er één mag noemen, is de begrafenis van Margriet de Haar. En dat heeft mij wel heel erg aangegrepen. Als je ziet dat er voor je een man en een zoon zitten van haar, die haar 's ochtends naar haar werk zie gaan in de Ridderhof, naar haar winkel. En dan een paar uur later worden geconfronteerd met het nieuws dat gewoon een gek hun moeder of hun vrouw heeft doodgeschoten. Ja, dat is met geen pen te beschrijven. Dat gewoon iemand jouw geliefde gewoon vermoordt. Nou, dat heeft me wel heel erg veel gedaan. En dat, ik denk dat al die mensen wel zo'n gevoel zouden hebben van hoe kan dit? Hoe kan nou iemand zomaar jouw geliefde persoon vermoorden? En dat, dat is wel iets wat me tot de dag van vandaag bij blijft. Van wij hebben een rol in de samenleving om de samenleving rustig te krijgen, veilig te maken. Maar ja, dat dit soort dingen dan gebeuren, dat is eigenlijk te bizar voor woorden eigenlijk. En we gaan nu op weg naar 9 april 2012. En dan zal er een herdenking zijn. Er wordt heel hard aan gewerkt op dit moment om een aantal herdenkingsplekken in te richten. Waarschijnlijk een kleine tekst in het winkelcentrum zelf. Om te herinneren aan 9 april en buiten een soort van gedenkplek. Ik hoop niet al te geweldig, maar op een manier waar mensen even kunnen stilstaan. Even kunnen nadenken over de risico's die in deze samenleving zijn. Dat je dit zomaar kan overkomen. Dat zomaar je leven vernield kan worden. Nou, ik denk aan mevrouw Posma, die nog steeds met een dwarslesie zit en die ook nooit meer zou kunnen lopen. En nog een van de andere gewonden die nog steeds in een karretje zich moet bewegen, nog steeds niet kan lopen. Ja, zo zijn er dus een aantal die hun leven lang dit zullen meemaken, eigenlijk waarvan het leven vernietigd is, vernield is. Ja, dat we dan nog even stilstaan hoe kwetsbaar onze samenleving is. Dat we nooit alle risico's zullen kunnen wegpoetsen. Maar dat we dus altijd alert moeten zijn dat dit kan gebeuren. En dat we ons moeten prepareren om dat ook zo goed mogelijk op te vangen met z'n allen in een sterke maatschappij. Die Al van der Rijn sinds 9 april nog eens nadrukkelijk is geworden. En ik denk dat we daar ook mogen stilstaan op de 9 april 2012. Dat Al van der Rijn niet meer dezelfde stad is als het was. Maar dat er meer saamhorigheid is. Dat we samen weten wat ons kan overkomen. Maar dat we ook samen sterk zijn om daar weer goed uit te komen. Dat heb ik gemerkt. Dat merk ik als ik in onze stad ben. Het is een stad waarvan je kunt houden. Waarvan je de mensen kunt houden. Het is een geweldige stad om hier nog een poosje als burgemeester te mogen blijven. Ik denk dat het iets is wat je altijd, wat ik in ieder geval nooit meer zal vergeten. En ik hoop ook dat ik geen dingen ga meemaken waarmee ik het ga vergelijken. Want dat zal betekenen dat er hele erge dingen in Nederland gebeuren. Maar ik denk dat ik het nooit meer vergeet. I'm making flowers out of paper. While darkness takes the afternoon. I know that they won't last forever. Ones fade away too soon. I still cry sometimes when I remember you. Vandaag zijn we allemaal één. I still cry sometimes when I hear your name. I said goodbye. The leaves start falling.